Je, daar nu? je weet het meteen. Net zoals voorgaande jaren presenteren ook dit jaar weer de afstuderenden van AKV Sint Joost hun afstudeerwerken in een expositie. Zo ook de afstuderenden van de richting Illustratie. En we staan hier bij jouw afstuderenproject. Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, nou, heel beknopt zijn het uh, in principe redactionele illustraties. En ik vind het ook heel erg leuk om voor de krant te werken. Heb ik ook een tijdje gedaan voor trouw en uh, viel me heel erg goed. Dus uh, daarom had ik besloten om een van mijn eindexamenprojecten ook daar iets mee te doen. En uh, ik hoop daar ook mee door te kunnen gaan. Ja, is dat ook wat je na je afstuderen wil gaan doen? Uh, het is wel iets wat ik heel graag door zou willen zetten, inderdaad. Ik zou ook graag wat grotere projecten doen, waar ik wat langer aan kan werken. Uh, die ook meer uh, maatschappelijk betrokken zijn en waar ik mensen mee zou kunnen helpen. Uh, maar ik vind dit ook heel erg leuk om te doen. En ik zou dat ook inderdaad graag blijven uh, doen. We zijn hier bij jou uh, werk voor je afstudeer. Project? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Uh, ja, ik uh, heb het over Pearl Harbor gehouden en ik wil dat graag introduceren bij een jongere doelgroep. Uh, de jongere doelgroep weet niet zoveel over de Amerikaanse geschiedenis en daarom probeer ik me een beetje te focussen op die mensen van tussen de twintig die houden van uh, speciale boekjes en mooi ontworpen uh, 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 illustraties en dat soort dingen. En die authentieke feel, en daarmee probeer ik, ze te met, uh, ja. probeer ik ze te introduceren in World War Magazine 2. En dat is een uh, vrij National Geographic-achtig magazine, wat heel erg saai is voor de meeste mensen. En dan uh, hoop ik ze dus met mijn illustraties te trekken naar zoiets. Ja, want het is wel jouw favoriete onderwerp, dan? Uh, nou, ik wist er zelf in het begin ook nog niet zoveel over. Maar de doelgroep, zeg maar, de boekjesliephebbers, dat is echt mijn aanspreekpunt. Ik ben zelf ook ja, erg fan van illustraties en van boeken en dat soort dingen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om zo mijn opdracht uit te voeren. Ja. Jouw afstuderenwerk die we hier zien hangen, uh, ja, wat kan je daarover vertellen? Uh, het is een uh, samenwerking uh, met een HKU-student genaamd uh, Liru van Weert, dat is een goede vriend van mij. Uh, het leek me een heel goed idee om een beetje interdisciplinair te werken voor uh, mijn afstuderen. Hij uh, was bezig met een afstudeerfilm en hij had daarbij een, uh, een storyboard nodig. En dat leek me een unieke kans om uh, met hem daar, daarmee te gaan samenwerken als illustrator. En uiteindelijk is die opdracht doorontwikkeld in een op zichzelf staand beeldverhaal, wat zeg maar, een andere interpretatie is van zijn script. En voor jou persoonlijk, na je afstuderen, hoe ziet dit leven er dan uit? Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik denk dat we zelf gewoon gaan verdiepen in het storyboard-aspect van de illustratie. Puur om te kijken of daar inderdaad uh, wat meer werk uit te halen valt. En dit soort samenwerkingen met, uh, met filmmakers of met andere, andere disciplines lijkt me ook heel erg interessant om, uh, om te onderzoeken. Puur om te kijken of, dat in, of ik daar ook een rol in kan spelen. Zeg maar.